Yo, mijn naam is Tom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Kortom, vandaag is de dag gekomen dat ik jullie allemaal weer voor de gek ga houden. Geprikt! Oh! Als je misschien nog herinnert, ging ik een jaar geleden vanuit Hawaii doen alsof ik op Lowlands was, terwijl ik nooit op Lowlands was en trapte iedereen erin. Zelfs tot het punt dat toen ik op kantoor kwam, de mensen die voor mij werkten dachten dat ik echt op Lowlands was geweest. Wat vraag je me nou net? Of je nou wel of niet naar Lowlands bent geweest? Uiteindelijk kreeg ik daar trouwens deze award voor. Shout-out aan jullie. Maar kortom, het is weer tijd om jullie voor de gek te houden. En dit is het plan. We weten allemaal die dingen die ons enorm irriteren. Denk aan een KitKat door het midden bijten. No! Een pizza vierkant snijden. No! De komende dagen ga ik mijn volgers op alle manieren, op TikTok, op Instagram, irriteren. Met dingen die gewoon niet om aan te zien zijn. In het kort, het is tijd om jullie weer te pranken. Nu heb ik online een lijst gevonden met dingen die echt fucking irritant zijn. Het snijden van een taart, maar compleet verkeerd. Het door de midden bijten van een Bubblicious. Good old roll kauwgum die je vroeger had. Dus toen ging ik naar de supermarkt om allerlei verschillende dingen te halen waarmee ik mijn volgers kan irriteren. Ik heb een taart gehaald voor de jagerstagiair op kantoor. Hallo, ik heb taart. En die ga ik heel erg kut snijden. Dus even kijken hoe de mensen in kantoor en mijn volgers gaan reageren. Vandaag een dagje op kantoor met een jarige stagiair, Joey. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Wat is kut? Doe nou even normaal snijden! Ik snij altijd zo mijn taart. Jongens, hoe voelt dit? Ik heb geen woorden voor. Hoe voelt dit? Ik heb een beetje gemengde gevoelens, want ik dacht eerst dat we een taart gingen afsnijden, maar nu gaan we boterkaas en eieren spelen. Hoe voelt dat? Aangerand. Jongens, weet je wat vandaag film? Een week lang mijn volgers irriteren. Jezus, wat dit. Maar ik volg je niet. Een week lang? Doe je dat niet al? Na het plaatsen van de story duurde het niet heel lang voordat iedereen er al helemaal klaar mee was. Motherfucker! Met heel veel erren. What the fuck doe je? Tering mogol, bitch. What the fuck doe je? Zo kan je niet zijn. En dan echt 20 boze emojis. Vanaf hier brak de hel los. Hartpijn. Nog nooit in mijn leven iemand gezien die zo een taart snijdt. Hoe snijden jullie een taart? Dan zegt Jami zo naar. Oké, we hebben nu dus ook al influencers geïrriteerd. Dus niet alleen mijn eigen kijkers geïrriteerd. Ook mijn collega's zijn inmiddels geïrriteerd. Ze zeggen, oh nee, ze zegt daarboven ook nog. Wow, ik haat je echt als ik dit zie. Mabel Bane. Als je even niet meer weet wie Mabel Bane is. Dit is Mabel Bane. Oma zegt dat de palmbomen komen in Nederland volgend jaar. Ik word gewoon lijm in mijn hoofd door hoe je snijdt. Het klinkt er echt als Mabel. Dat wou je zeggen, toch? Na tientallen reacties over de taart, mag ik u vriendelijk verzoeken om uw taart in normale stukken te snijden. Mensen met autisme, waaronder ik ook, vinden dit niet zo prettig. Is het tijd om een stapje verder te gaan? Nu gaan we aan de slag met een KitKat. Door middel van een TikTok! Yeah! Wij gaan een leuke TikTok maken. Jij bent een beetje de TikTok-expert. Je weet welke geluidje ik moet gebruiken. Dus wat we gaan doen, we gaan een dansje doen. Heel vrolijk met elke TikTok. En op een gegeven moment maken we die TikToks. KitKats open. En dan bijt ik allemaal gewoon een hap erin. We hebben TikToks. Jezus Christus! Ben ik meer een TikTok boy als ik dit aandoe of uitdoe? Uit. Alles uit? Dan ben je echt, dan ben je echt een TikTok boy. Ga nu een KitKat even heel goor in reepjes snijden. Ik vind het nu al helemaal tof. En als mijn hand zachtjes over je kont glijdt diep. Ja, dit is goed. Dat einde, jongens, dat einde. Wat gaan we doen? Caption, ik denk iets van, wat is jouw favoriete snack? Vraagteken. Gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is, ja, dat ik een KitKat zo doorbij. En aan de reacties te zien vond niemand dit leuk om naar te kijken. Hé, hey, waarom ben jij zo? Ja, ik weet ook niet waarom ik zo ben, sorry, het spijt me. Zo eet je geen KitKat, potverdikkie. Waarom eet je het nou weer zo? Ik haat het als mensen KitKat zo eten. Ja, de kanaal reageert, you did not. Die smaakt gewoon anders als je hem op die manier eet. Beter. Nee, niet beter. Zeker beter. Nee, dan smaakt hij gewoon mislukt in je mond. We hebben ook nog iets uitgevreten in de sportschool. En dat is dat we verschillende grote schijven van hetzelfde gewicht aan een stang hebben gehangen. Waardoor het er gewoon echt niet satisfying uitzien. Hier heb je even de beelden. Zakken met die billen, zakken. En kijk eens even, dit is netjes. En daar reageert nu een personal trainer op, een andere die ik ken. What the fuck is happening met de schijven? Haha. Dan is het nu tijd om heel veel ketchup over friet heen te spuiten in plaats van het er netjes naast te doen. Dit is zo kut. Nu ga ik door de mand vallen. Hoppakee, geplaatst. Mensen gingen opnieuw niet zo lekker. Wat niet kan, is de ketchup over de friet heen pleurt. Weet je wat niet kan? Jij die ketchup er overheen doet in plaats van ernaast. Dave gaat me helpen met een foto te maken voor mijn Instagram waarin ik deze chips eet, maar de zak verkeerd om heb opengemaakt. Zo. Vraag me oprecht af hoe ver ik moet gaan voordat mensen een aanslag op me willen plegen. Gewoon. Oh, nou. Nee. What the fuck doe jij? Hey,
En we hebben een winnaar. Dit is de foto geworden. Het is fucking irritant. Ik heb gewoon natuurlijk. Je denkt eerst al een goede foto. Dan denk je van fuck dit. Ik ben heel benieuwd wat die foto's gaat doen morgen. Het is nu 11 uur 's avonds. Ga nu slapen. En morgen gaan we het leven pas echt zuur maken. Ik heb een kopje koffie erbij. Goedemorgen. Eens even kijken wat mensen hebben gezegd. Matthijs zegt over de ketchup simpelweg. Godverdomme. Matthijs reageert simpelweg. Gadverdamme Thomas. Ketchup. No, niet de saus over alle friet. Hier krijg ik error van. Melle Schram zegt, bro, waarom over de koulo friet? Disrespect, moet ernaast. Carla is waarschijnlijk een van mijn grappigste vrienden. Zij reageert, dit maakt mij zo intens agressief. Why you gotta attack me like that? En bij één iemand zitten de emoties heel erg hoog. Weet je wat ook een ding is? We moeten dus niet te veel op één dag doen. Maar vandaag staat in ieder geval op de planning dat ik een foto plaats waarin ik de zak chips verkeerd om open heb gemaakt. Let's go naar kantoor. Er is nog niemand die in mijn DM heeft gezegd van, hey, jij bent met iets bezig. Alles wat jij doet is irritant deze dagen. Maar nu moet het toch wel echt op gaan vallen. Ik heb een foto. En dat gaat nu online op Instagram. En ik ben zo benieuwd wat mensen ervan gaan vinden dat ik deze zak chips op zijn kop vast heb. Wat vinden jullie daarvan? Ja, het is gewoon onwijs kut. Ik vind het ook kut. Daar heb je het al, het is gewoon kut! Focus! Hey, goedemorgen weer vanuit kantoor! Vandaag gaan we weer kijken of dat we mensen boos hebben gemaakt. Met de post die ik gisteren deed met de zakchips. Oké. Het feit dat je hem op zijn kop openmaakt, kots emoji. Bijna alles is perfect voor deze foto, maar wie doet de zakchips ondersteboven open? Oh mijn god, je hebt hem aan de onderkant opengemaakt. Welke mogol opent zo zijn chipzak? Ja, en nog veel meer. Iedereen gaat hier echt lijp op. Maar nog steeds niemand die mij gedm'd heeft met, volgens mij probeer je ons allemaal voor de gek te houden. Dus we're surviving. Ja. Dit is toch inmiddels een patroon. Ik bedoel die taart, de KitKat, alles. Oké, maar als je dacht dat ik hierbij zou laten, dan heb je het fout. Ik heb namelijk iets nog meer evil bedacht. En dat is dat ik de pizza ga maken uit jullie nachtmerries. Onder het mom van dat dit mijn favoriete voedselcombinatie ooit is. Maar ja, ik durf te wedden dat het echt het bloed onder iedereen's nagels vandaag gaat halen. Ik ga het volgende maken. Dit met dit. Ik begin oprecht benieuwd te worden hoe dit smaakt. Als dit lekker is, dan ga ik de geschiedenisboeken in voor de meest creatieve kok ooit. Mensen, dit is serieus te fucking goor voor woorden. Ik bedoel, kijk het even van dichtbij. Gadverdamme. Nou, hij zit erin, dus 10 minuutjes wachten en dan is onze heerlijke creatie klaar om de wereld te shockeren. Hoppa mensen, mijn prachtige creatie is klaar. En ik ga even kijken nu of het iemand een stukje wil. Gadver, het zit me aan. Het ziet er wel uit als schimmel ook gewoon. Kijk dan. Oh. Er is echt één voedselcombinatie die echt iedereen ooit zou moeten proberen. Hoppa, en nu de oven in. Oh. Nee, het is echt niet te hakken. Jawel, het smaakt naar ananas op pizza. Ik vind het ook niet lekker. Nee, het smaakt niet naar ananas op pizza. Het smaakt naar banaan op pizza. Het banaan op pizza. Suzanne, de manager, is not amused. Kijk haar hoofd. En jawel, mensen waren getriggerd. Wil je hem ook dood hebben? Ja. Ik snap dat deze man geen vriendin heeft. 170 likes. Eerst ananas en nu banaan. Bro, dit kan je niet flikken. Are you okay? Nu zit er nog één ding op en dat is morgen met splinternieuwe witte schoenen in de modder springen. Let's go. En een hele goede morgen en welkom bij de laatste dag waarin ik mijn kijkers irriteer. Sorry, nogmaals, deze wordt echt pijnlijk. Ik ben net naar de winkel gegaan en ik heb de mooiste witte schoenen gekocht. Alleen zoals je waarschijnlijk weet is het heel moeilijk om witte schoenen wit te houden. En is er niks irritanter dan dat de eerste dag je witte schoenen alweer vies zijn. Dus wat ik ga doen, ik ga één story maken met kijk mijn nieuwe schoenen. En dan de tweede story ga ik gewoon keihard in de modder stampen. Dus op naar buiten. Kijk er nog maar één keer na. Dadelijk is het voorbij. Oké, 3, 2, 1. Het valt nog mee, mensen. Maar dit is echt niet leuk. You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Oké, de comments zijn binnen en mensen willen me letterlijk doodmaken. Waarom ga je ook echt in het gras lopen met net nieuwe schoenen? Ooit waren ze wit. Nee, dat kan je schoenen toch niet aandoen? Nee, ik haat jou nu. Nova reageert simpelweg. Thomas, puntje. Wat is er deze week met je aan de hand? My anxiety. Iemand zegt agressiviteit going up in mijn emoties. Ik heb een heleboel mensen boos gemaakt. Ik denk dat ik alles bij elkaar echt honderden evil berichtjes heb gekregen. Zelfs val dood, doodsbedreigingen. Ik zou zeggen, kortom, dit is best wel geslaagd. Weet je wat me wel opvalt? Is dat niemand me echt door had. Er is niemand die gezegd heeft van, je bent een video aan het maken. Behalve dan mijn YouTube vrienden die het obviously door hadden. Denk jij nou dat je mij wel door had gehad? Volg me dan even op Instagram en bewijs dat je mij de volgende keer wel door hebt. Ik zeg bedankt voor het kijken. Abonneer op dit kanaal als je dit een leuke video vond. Hey, doei, ja. Ik ga mijn witte schoenen schoonmaken. Joe.